En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar de jubileumvideo hier op Rodney Games. Ik wil jullie allereerst even heel erg bedanken. En oprecht heel erg bedanken. Ik zit gewoon met mijn handen niet eens in mijn muis. Ik zit nergens aan. Omdat ik dit gewoon even goed wil vertellen en even mooi wil overbrengen. Ik wil jullie heel erg bedanken afgelopen jaar Rodney Games. Dat ondertussen, jullie hebben het waarschijnlijk ook, als ik het al heb genoemd, maar dat maakt niet uit. Ik maak ondertussen al een jaar lang YouTube video's. Een fucking jaar lang. Dat is zo lang. Je denkt, maar ik ben toch 15. Ah, 15 jaar is niet zo lang. Maar het is wel je hele leven. En dit is gewoon, dit doe ik gewoon al een jaar. Met passie en met blijheid van. En Rodney Power natuurlijk. Ja, dat was in Scrub. Met Rodney Power. Ik vind het zo leuk. En ik vind het zo tof. En ik wil jullie zo erg bedanken. Allemaal. Echt iedereen die mijn kanaal. Die echt allemaal. Jullie kijkertjes zijn zo tof. Ik weet niet hoe ik dit kan vertellen. Ik ben hier zo blij mee. Wat wij al hebben bereikt in een jaar. Ik ben hier zo blij mee. Ik kan het niet overzien hoe blij ik ermee ben. En dan ook nog eens dat ik bijna een jarig ben. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik ben op de 16e jaar, als jullie het wel weten, 16 april. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Ik ben hier zo blij mee dat dit gewoon... Dat ik het gewoon een jaar volga met al die leuke reacties van... Rodney, vette video, leuk gemaakt, een toffe video, kan ik ook een keer meedoen. Dat is allemaal geen probleem, vind ik zo leuk. Ik ben echt dol op mijn kijkers. Dus echt waar, een shout-out naar al mijn kijkers. Dat zijn jullie dus, mijn zus. Maar jullie zijn mijn... Ik vind jullie echt de meest toffe kijkers die ik me kan wensen. En jullie steunen me altijd zo erg. Ik vind dit zo bijzonder. En waarom vind ik het bijzonder? Ik kan het eigenlijk heel simpel uitleggen. Eigenlijk, ik denk dat ik... Geen van jullie echt persoonlijk in het echt ken. En toch zijn jullie positief over mij en ik richting jullie. Dat vind ik een hele speciale band. Omdat ik jullie niet in het echt ken. En jullie mij dus ook niet. En toch hebben wij in mijn ogen een best wel sterke band. Omdat wij, ja, jullie kijken eigenlijk naar mijn video's. Daar ben ik echt heel blij mee. En wat ik heel tof vind om te zien. Vooral is dat jullie dus, zoals ik al zei, gewoon reacties achterlaten. En ik weet niet eens van wie het is. Ja, ik zie je naam op YouTube, maar ik weet niet eens wie het is. Dat vind ik zo bijzonder. Maar even terugkomend op mijn verhaal. Ik maakte ondertussen al een jaar YouTube video's. En als je voor de echte Dice is, zal je wel weten hoe mijn eerste video begon. Dat is natuurlijk begonnen in mijn Team Survival video. In mijn Team Survival hier. In mijn Survival hier, waar ik nu dus ook in sta. Dat leek mij een mooie plek op ons mooie terras. Die nog helemaal leeg is op het moment. Maar oké, het leek mij echt heel vet om dat dus te doen. Ik ben er heel erg blij mee, dat zeg ik oprecht. En hoe kan ik het zeggen? Maar Rodney Games is begonnen bij deze survival wereld dat ik gewoon een beetje zat aan te kloten en niet wist wat ik moest doen. Maar ik ben er zo blij mee. Ik kan het niet echt verwoorden. Maar omdat ik jullie natuurlijk ook... Ik heb een hele tijd geleden gezegd dat ik iets heel vet zou doen. Voor de 100 abonnees. Ondertussen is dat echt al een maand geleden of zoiets. Misschien zelfs 2 maanden. Omdat ik zo druk ben met alles, met alle video's proberen te verbeteren, dat ik er niet aan toe kom. Want ik had in mijn hoofd, en dat meen ik serieus, ik had in mijn hoofd om een parody te maken. Maar dat kan ik niet, omdat ik geen idee heb hoe ik moet en er niet aan toe kom. En ik weet dat het veel tijd kost. Maar ik heb voor jullie een heel leuk initiatief. Ik probeer wanneer ik tijd over heb, probeer ik daar nog steeds voor jullie aan te werken om iets heel vets van te maken. Dat meen ik serieus. Iets heel vets van te maken. Dat hoop ik echt oprecht dat het gewoon heel vet wordt. Maar ik ga jullie wel een soort van, ja, een troostzokken niet doen, maar een soort... Dit wordt iets wat ik toch wel zelf ook wel... Ik zou het zelf persoonlijk wel willen winnen. Want ik ga namelijk ook dus een eer invite geven voor Team Survival. Iemand die ik met liefde ga ontvangen. En ook echt niet van oké, je hebt een invite gewonnen, leuk. En welkom. Nee, ik ga diegene echt proberen te helpen. En met diegene ook echt proberen video's te maken. Dus om hem een beetje intrede te geven in mijn kanaal, dus in Rodney Games. En... In Team Survival in dat geval. En nog in veel meer. Ik ga diegene proberen echt gewoon... Of ik ga een van jullie dus proberen een soort van binnen te halen en te helpen. En als je een YouTube kanaal hebt, wil ik je daar best mee helpen. Ik vind het echt heel tof. Zo wordt een soort van eer-invite, kan ik het wel noemen. Dat meen ik serieus. En ik wil dat heel graag weggeven, dus dat doe ik bij deze ook. Dit wordt een soort van een eer-invite. Ik zal het even een eer-invite noemen. Omdat ik gewoon... Jullie kunnen onder deze video kunnen jullie een reactie achterlaten... Waarom jullie vinden dat jullie een ere-invite zouden winnen. Of deze term ooit al eerder gebruikt, dat boeit me niet. Maar zo noem ik het. Ik ben er zo blij mee. Ik kan echt niet... Ik heb vandaag ook speciaal geen video's
gemaakt voor andere dagen. Omdat ik er zo blij mee was dat ik geen inspiratie had. Behalve dit. Ik kon alleen maar hierover denken. Ik heb vandaag ook gewoon school gehad en het ging. Dit lukte gewoon niet. Ik zat alleen maar aan die al een jaar YouTube. Vond ik zo leuk. Ik zit nog steeds volop te genieten. Dat meen ik serieus. Maar even terugkomend op mijn verhaal. Want ik dwaalde het eraf. Dus jullie kennen mij. In ieder geval. Ik wil dus een invite weg gaan geven. En dat doe ik dus ook. Laat even in de reacties achter hier beneden. Waarom jullie vinden dat je een ere-invite wel wil winnen. Laat een mooie reactie achter. Mag een serieuze reden zijn. Of een grappige. Eentje waar ik kapot om ga. Of eentje die specifiek gericht is. Verzin zelf maar wat leuks en wees er creatief mee. Verder dan moet je nog even je Skype achterlaten. En je Minecraft naam zo. Dus het hoeft niet per se. Want dat komt namelijk later nog wel. Dan ben ik heel erg benieuwd of je toevallig nog een YouTube kanaal hebt. Zo ja, nou zet die dan ook even erbij. Dat vind ik hartstikke leuk. Ga ik even kijken. Vind ik hartstikke leuk en zal ik er even een beetje naar kijken. En waarschijnlijk ook wel iets mee gaan doen. Dat meen ik serieus. Ere-invite natuurlijk. En ja, Skype, jongen van meisjes vind ik ook wel interessant te weten. Weet ik nou ook of ik met een jongen van meisje werk. Ja, jongens zijn hartstikke leuk om mee te werken. Maar meisjes zijn zeker ook heel leuk. Dat kan ik echt wel zeggen. Dat is ja niet heel erg fout bedoeld. Maar nee, of je nou een jongen van meisje bent, iedereen kan deze invite winnen. Daarom is het ook een open invite. Dat is een beetje het hele simpele gedoe. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze, ja, vertelspecial, denk ik. Ja, een jubileum special. Maar deze video is niet te dik geëdit, laat het even zo zeggen. Omdat ik gewoon, uit enthousiasme, ik wil deze video gewoon. Ik wil het gewoon vertellen. Ik wil het niet, ik hoef niet per se iets te laten zien. Ik wil het gewoon vertellen. En dat is alles wat ik eigenlijk wil zeggen. Het enige wat ik nog wil zeggen is, kijk terug naar hoe de jullie kijken, kijk even. Doe het dan voor mij, doe het niet eens voor jezelf, maar ja, doe het ook wel voor jezelf uiteraard. Maar doe het ook voor mij. Kijk eens naar een van mijn eerste video's. Kijk naar de video's van nu. En vergelijk dan eens wat er is veranderd aan kwaliteit. Dan zien jullie meteen wat voor moeite ik hierin doe. Ik vind het niet dat het moet, maar ik zou het gewoon leuk vinden als jullie zien wat voor moeite ik erin steek. Dat is het enige wat ik nog wil vragen. Maar verder, ik ga op deze video's ook geen likes vragen of iets, want ik ben gewoon al te blij met het resultaat. Dus ik hoef geen likes meer. Als jullie likes willen achterlaten, zou ik het heel erg tof vinden. Maar het hoeft op deze video, hoef je geen like achter te laten. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende video, waarin ik jullie weer spreek. En hoop, en dan maak ik later, zal ik daar waarschijnlijk nog wel een aparte video voor maken. Wie de invite gewonnen heeft. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Laters. Bye.